Welkom terug bij Project Cars aflevering 27 en we zijn weer bij Alton Park Island. We hebben allemaal nooit het volledig Alton Park gereden, dat is ook wel apart. We hebben altijd deze versie gereden. En ja, ik hoop dat het niet gaat regenen. Dat is iets waar ik heel erg hoop. We gaan de kwalificatie rijden. Dus het wordt allemaal interessant. Het kan veel fout gaan. Heel veel. Loading. Dit was practice. Ja, oké. Okay. Phew. Dacht bijna dat ik de kwalificatie had door had geskipt en het regent. Why not? Het regent. We zijn al van de baan af. Yeah, oké. Okay. Weg zijn mijn kansen voor het kampioenschap. Dit is toch echt bizar. Het klaart al op. Denk ik. Easy on the throttle. Okay. Ja, we rijden aardig weg van de Porsche achter ons. Dat doet me goed. Als ik nou allemaal van dit gras af kan komen, dan ben ik helemaal tevreden. Ja, next lap time invalidated. Kom op, man. Echt, dit spel. Ik bedoel, it makes no sense. Want mijn laptime gaat echt niet sneller door het gras te rijden. There we go again. Afsnijden was ook niet echt een goed idee. Want dan telt hij gewoon deze hele ronde niet. En dan denk je dat je de volgende ronde rijdt, maar rij je nog steeds deze ronde. Grip. There we go. En de banden zijn ook nog niet warm. Oké, ik ga één rondje neerzetten en dan ben ik er ook al klaar mee. Gelukkig is dit niet met de Caterham, want dat zou nog erg zijn geweest. En het is gestopt met regenen bijna. Dus misschien is het handig om gewoon naar. Ik ga wat proberen. Ik ga een pitstop proberen. Aangezien ik deze ronde toch nu gescrewd heb.
samen op het gras. Alright, we gaan een pitstop proberen. Dat heb ik ook nog nooit gedaan, dus... aha. Nou, doe 6 liter erbij. En... change tires, yes. Soft. There we go. En nu... safe. All right. Ja, iedereen is hard aan het werk. Yep. Waarom is die auto weer in de weg? Dit was een slecht idee. En het regent weer. Very bad idea. Geen goed idee. Oké, we gaan even de pits in. We hebben ook bijna geen tijd meer, dus dat wordt leuk. Ja, dit plan kan het water in, letterlijk. God. Het is een wonder hoe weinig we van de baan af zijn geraakt. Wel met een snelheid van 10 km per uur, maar... oh my god. Iedereen rijdt in de tussentijd gewoon lekker door. Ik hoef geen fuel refill, maar oké. Iedereen rijdt in de tussentijd gewoon lekker door. Zo van... moet ze wel allemaal veranderen. Wij kijken tenminste naar het weerbericht of zo. Swap driver. Wat is dat? We hebben echt geen tijd meer. This brings me back. Nope, dit gaan we niet halen. Oh, AI driver. Wauw. Oké, dit gaan we echt niet meer halen. Oké, dat was slecht.
Dat was niet de bedoeling. 4 rondes. Is 3 niet genoeg? Holy damn. Ja, het was zijn veel te groot voor dit circuit. Hoe kan je ooit inhalen? Het is echt zo'n slecht idee. Waar is Joe Hart? Oh my god. En we hebben tot nu toe 0 plaatsen gewonnen. Goed hoor. Fantastisch. Vorige race wonnen we gewoon, hè. Even voor de... Zo. Dit is dus de manier. Maar dit spel blijft me maar op dit circuit laten rijden. Maar dit circuit is helemaal niet geschikt om te racen. In ieder geval niet voor dit soort auto's. Kijk hoe smal het is. We moeten op dat ene circuit. Ah, ik ben de naam vergeten. Hoe heet het? Niet Snetterton. Ook iets met park. Niet Donington. Catwell. Catwell, daar moeten we gaan rijden. Daar passen deze auto's volgens mij echt niet eens op de baan. Nou, we zijn aardig opgeklommen. Totaal eerlijk, zoals altijd. Niemand van de baan afgeduwd ofzo. Ik rij ongeveer hetzelfde als de AI nu. Maar hoe wil je er anders langskomen? Uitremmen, uitremmen. Oh, ja, ook uitremmen. Ja, als je zo langzaam gaat. Sorry hoor. Geef ik je even gas. En achter. Kijk nou. Waarom rijden we hier trouwens 4 rondjes, terwijl dit circuit volgens mij groter is dan Zolder, of in ieder geval langer qua rondetijden, dacht ik. Nou, misschien nog niet. Daar reden we 3 rondjes. Nou, vind ik het nu niet zo heel erg, omdat het me tijd geeft om in te halen. Dan kan ik dit kampioenschap winnen. Oh damn. Alright. Nee, blijf op de baan. Ik werd weer geraakt. Ik werd weer geraakt. Oh my god. Alright. We got this. We zijn er een keer voorbij. Het was die blauwe backmono natuurlijk weer. Die we nog kennen van Donington. Oh my god, geef gas! Echt serieus! Waarom rem je daar? Makes no sense.
Oké, laatste rondje. Kunnen we er nog twee in halen? Would be lovely. In ieder geval deze Porsche. Echt zo makkelijk zijn ze uit te remmen. Ah, kunnen we Jolly nog even pakken? Misschien. Oh, nee, helaas. Oh, ja, hier rijden ze zo langzaam. Oké, het moet de laatste bocht gaan worden. Niet dat dat echt een inhaalbocht is, maar we maken er maar een inhaalbocht van. Kijk, mooi. Vriendschappelijk tikje nog even. Niks aan de hand. En gewoon een derde plaats, vanaf de laatste plaats. Skills. Op een AI difficulty van 50, dat moet ik er wel even bij zetten, zeggen. Hebben we gewonnen? We hebben in ieder geval snelste tijd. Nee, kom op. 3 punten. Jeetje. We winnen ook niks. Jammer. Maar dat was het voor deze aflevering. De volgende keer dan toch echt een keer. Waarschijnlijk misschien de Pagani Sonda, wat ik al 10 afleveringen aankondig of zo. Maar steeds komt er weer een nieuw event tussen. Zoals de kaart en dit. Oké, nee, er komt geen nieuw event tussen. Dus de Pagani Club Days Monza. Dat wordt heel interessant. Dus bedankt voor het kijken en tot dan.